Mijn heren, hartelijk welkom. We zitten hier bij elkaar in de MKB-bus van de service desk van MKB Nederland. En daar hebben wij een goede reden voor om hier bij elkaar te zijn. Omdat we gaan praten over de MKB-vriendelijkste gemeente van Noord-Nederland. En dat is met afstand de winnaar geworden, de gemeente Staatskanaal. Ik wil burgemeester Galema nog een keer feliciteren met deze geweldige erkenning voor goede dienstverlening van deze gemeente aan de ondernemers. Dank u wel. En wij zijn niet alleen met de burgemeester hier bij elkaar, maar ook met een aantal ondernemers en met de onderzoeker die allemaal heeft duidelijk gemaakt dat dit daadwerkelijk de winnaar is. En die onderzoeker dat is Gert Blekkenhorst van het onderzoeksbureau Lex Nova. En we hebben namens de winkeliers, de retailers, hebben we Klaas-Jan Haviga aan tafel, de voorzitter daarvan. En Jan Nieboer van de bedrijvenvereniging Kanaalstreek. Heren, hartelijk welkom. Burgemeester, waarom denkt u dat de ondernemers deze gemeente zo hoog in het vaandel hebben? Ik denk omdat wij hele korte lijnen hebben in het overleg met ondernemers. Dat we elkaar weten te vinden. Dat we een houding hebben. En dat noemen wij zelf de ja tenzij houding. Dus dingen zijn mogelijk tenzij echt zeg maar bewezen is dat het niet kan. En als het niet kan, dan gaan we toch samen op zoek of wij in gezamenlijkheid alternatieven kunnen bedenken. Dus volgens mij is onze houding, onze manier van communiceren, elkaar weten te vinden en dat op hele korte afstand te doen, een van de belangrijkste punten in dit onderzoek. Juist. Die korte lijnen, Jan Nieboer, herken je dat? Ja, die herken ik zeker, Lambert. Die korte lijnen, mevrouw Kalman legt uit dat, ja, tenzij, we zeggen altijd van, binnen de gemeente kunnen een aantal dingen niet. Als dat aan de orde is, gaat het bureau bedrijfsleven samen met de burgemeester op zoek naar wat wel kan. In die korte lijnen, wij kunnen altijd terecht één telefoontje of met het bureau bedrijfsleven of met één of meer ambtenaren over een probleem die zich op dat moment manifesteert. Altijd klankbord en altijd een oplossingsgerichte houding. Juist. Dat betekent, Klaas-Jan Haviga, dat jij niet verrast bent over de uitverkiezing van de gemeente Staatskanaal. Nee, eigenlijk niet. Natuurlijk weet je dat het spannend is en weet je ook dat er veel concurrentie op de markt is. Maar nee, ik verbaas mij er niet over. Ik heb natuurlijk jaren ook in Staatskanaal wel gewerkt. En ik heb de ervaring ook dat mensen vanuit het gemeentehuis, zowel bestuurlijk als ambtelijk, ontzettend meedenkend zijn, begripvol voor wat er speelt. En uiteraard kan niet alles opgelost worden, maar een heleboel dingen worden wel opgelost. Juist. We hebben het al even gehad over de benaderbaarheid van de gemeente, maar er zijn ongetwijfeld meer factoren die tot deze uitverkiezing hebben geleid. Gert, wat zijn nou de methodes, zeg maar, geweest die jullie gehanteerd hebben om tot deze beoordeling te komen? Ja, we hebben ondernemers gebeld, want de ondernemer staat centraal in ons onderzoek. Dus door heel Nederland zijn meer dan 18.000 ondernemers benaderd. In het noorden van het land zijn dat een paar duizend. En we hebben daar onderzoek gedaan op basis van vier pijlers. En ik wil ze even kort noemen. De tevredenheid van ondernemers is een belangrijke pijler. Maar ook daarnaast het imago van de gemeente speelt een rol. Communicatie en beleid. Hoe gaat de gemeente om met ondernemers? Hoe verkopen ze zichzelf? Maar ook inhoudelijk, wat doet de gemeente nu ook zelf echt aan economisch beleid? Bijvoorbeeld. En als laatste pijler, de vierde pijler waarop wij gemeenten hebben, dat zijn de lokale lasten. Juist. Met andere woorden, krijg ik waar voor mijn geld? En ja, op die vier pijlers heeft de gemeente de Staatskanaal het erg goed gedaan. Als ik er eentje uit mag halen die echt heel hoog scoort, dan is dat is een 7.8. En het landelijk gemiddelde is bijvoorbeeld 6.4. Het noordelijk gemiddelde is ook 6.4. Scoort de gemeente Staatskanaal daarop een 7.8. En dat is een hoog en mooi cijfer. Juist. Dat zijn echt substantiële verschillen. Wat, als ik nou even weer terug mag naar burgemeester Galema, wat is nou, zeg maar, voor de gemeente de betekenis van deze uitverkiezing? Wat zegt jullie dit?
Het zegt ons dat we in ieder geval op de goede weg zijn. Het zegt ons ook op een gegeven moment dat ondernemers tevreden zijn. Maar dat wij in onze kwaliteit van dienstverlening, we zeggen dat altijd zo makkelijk, we doen het voor burgers en ondernemers, maar we moeten het ook waarmaken. Dit zegt mij dat de wijze waarop wij onze ondernemers, het MKB, tevreden, ook een vorm is die door hun geapprecieerd wordt. En dat we vooral op die manier door moeten gaan. En die korte lijntjes, dat meedenken, ook meedenken in de huidige economische tijd van wat is er gaande, wat zijn er voor nieuwe ontwikkelingen voor het MKB, waar moet rekening mee gehouden worden, dat proberen wij gewoon ook te faciliteren in bijvoorbeeld voorlichting. Mm-hmm. Waarin we avonden organiseren met het MKB van wat doet nu het nieuwe winkelen. Hoe ziet dat eruit? Wat betekent internet voor de continuïteit van uw bedrijf? Hoe wilt u daarmee omgaan? Wat betekent het vraagstuk van beleving wat de consument zoekt? Ik wil niet meer gewoon mijn boodschappen doen. Nee, er moet iets gebeuren. En hoe gaan we dat met elkaar invullen? Nou, daar proberen wij gewoon met ondernemers over in discussie te komen. En ook te kijken, wat kunnen we daar zelf aan doen? Wat betekent dat voor het openbaar gebied? Wat betekent dat voor onze dienstverlening? En hoe kunnen we daarin faciliteren? Want we begrijpen dat het voor het MKB best een drukke, lastige tijd is. Nou, dat vind ik heel bijzonder wat je nu aan toelichting geeft. Omdat dit erop duidt dat het dus niet alleen gaat om zeg maar vergunningen, maar dat het heel erg toekomstgericht is. Er komen inderdaad nogal wat zaken op de bedrijven af, met name op de retailers natuurlijk. Ja. Je noemt internet, het nieuwe winkelen. Daar gaan jullie over in gesprek. Hoe vindt dat nou plaats, Klaas en Havinga? Ja, heel belangrijk is dat wij doorlopend daar samen overleg over hebben, zo'n ondernemersforum, zeg maar, waar het bedrijfsleven met de gemeente ook aan tafel zit, om dit soort dingen ook, zeg maar, toekomstgericht te kijken. Wat zien jullie, wat zien wij? Gastheerschap is natuurlijk een heel belangrijk uitgangspunt. Ja. Nou, ik vind dat de gemeente daar ontzettend aan meedoet. Wij hebben als ondernemers natuurlijk een grote rol daar zelf in. Maar ook de openbare ruimte speelt daar een hele belangrijke rol in. Als je gastheerschap wil tonen, als je recreatief winkelen wil, gezelligheid wil creëren, dat zijn consumenten in deze tijd. En dat is wat de sterkpunt is van Stadskanaal. Juist. Want dat betekent dat er dus een proactief overleg plaatsvindt om nieuwe ontwikkelingen zo snel mogelijk te identificeren en ook om te kijken van oké, wat hebben dan de ondernemers nodig om die nieuwe fase in te kunnen. Ja, absoluut. Dus, Jan, jij bent voorzitter van de bedrijvenvereniging. Daar spelen ongetwijfeld wat andere vraagstukken dan zeg maar het nieuwe winkelen. Ja. Waar gaat het bij jullie vooral over? Het gaat bij ons eigenlijk over het behoud van infrastructuur, de uitbouw van mogelijkheden van het ondernemerschap. En daar hoort natuurlijk een MKB-vriendelijke gemeente bij. Ja. Wij zetten erg in op de uitbouw van de bedrijvigheid in de Kanaalstreek. We hebben nog industrieterreinen waar een heleboel bedrijven zich kunnen vestigen. Waar wij een heel warm hart van krijgen is dat met name onze burgemeester eigenlijk een stuk bestuurlijk ondernemerschap laat zien, waarmee zij toch een aantal doelstellingen die wij ook heel duidelijk onderschrijven, realiseert. En een van de grote successen daarin is, ik noem dat toch even hier, het behoud van het grote bedrijf Frans Noorden in Stadskanaal. Juist. En je hebt het over zeg maar die verbetering van de randvoorwaarden. Bereikbaarheid is daar altijd een heel belangrijk onderwerp bij. Hè? Hoe zit het met de plannen op dat gebied hier in deze regio? Wij zijn breed daarmee bezig. Een van de zaken waar ook de gemeente zich heel druk over maakt is toch het mogelijk maken van een treinverbinding vanuit Veendam naar Stadskanaal. Nou, dat is een belangrijke infrastructurele voorziening, vooral omdat het succes vanuit Veendam naar Groningen iedereen verrast heeft. Ja. He, en praat je dan over personenvervoer of praat je over beide, goederenvervoer en personenvervoer? Nou, wij hebben natuurlijk een regio waarin het goederenvervoer op allerlei manieren via auto's prima voor elkaar is. Ja. Dus we hebben ook een wegennet waar we tevreden over zijn, dus het gaat in dit geval met name om personenvervoer. Juist. Dat zijn dus allemaal positieve zaken. Ik kijk nog even weer naar onze onderzoeker Gert Blekkenhorst. Je hebt al een aantal dingen op een rij gezet die Stadskanaal zeg maar er heel gunstig doen uitkomen. Zijn er ook zaken waarvan je zegt van nou, kijk, het kan altijd beter.
zijn er ook nog zaken waarvan je zegt van nou, nu we hier toch bij elkaar zijn, heb ik ook nog wel iets waar we misschien in de toekomst nog wat extra aandacht aan moeten geven? Die lijst was minder lang dan de lijst met, lijst met goede voorstelskanaal. Dat zie je heel mooi. Als je ondernemers interviewt, dan ontstaat een beeld. Het was een lange lijst van sterke punten. Het was een kleinere lijst van punten waar verbeteringen te behalen zijn. Ik wilde wel twee noemen. Dat zijn trouwens vaak genoemde verbeterde punten, vergunningen. Met name de snelheid van vergunningen, dat blijft altijd een aandachtspunt. Veel gemeenten die verstrekken vergunningen altijd netjes binnen de wettelijke termijn, maar die is bijvoorbeeld 8 weken. En nog mooier zou zijn als de vergunningen bijvoorbeeld in 4 of in 6 weken, dus aanzienlijk korter worden verleend dan de wettelijke termijn. En daar zijn ook wel voorbeelden van in Nederland. Van gemeenten die dat op die wijze doen. Misschien zit daar nog een beetje rek in. En een ander punt, maar dat is in mijn ogen ook een verbeterd punt, wat ook samenhangt met economische ontwikkeling, dat is een leegstand van panden, een leegstand van winkelpanden. En die werd ook diverse keren genoemd als verbeterd punt, CQ, aandachtspunt in ons onderzoek. Duidelijk, ik wou ze toch even apart behandelen, want er zijn twee belangrijke aspecten. Eerst even over zeg maar, het puntje snelheid. Burgemeester. Ja, wij moeten natuurlijk voldoen binnen de wettelijke termijn. En ik ben het helemaal eens, op een gegeven moment, je hoeft iets niet in 8 weken te doen als het in 4 ook kan. Dus dat puntje neem ik gewoon nog een keer mee. Ja. Ik hoop wel, we hebben natuurlijk net een nieuwe omgevingsdienst Groningen gecreëerd met 23 gemeenten en de provincie, waar eigenlijk alle kennis en kwaliteit die we hebben in de provincie bij elkaar komt. Dus ik hoop dat daar gewoon de uitstraling van is op een gegeven moment van we hoeven niet langer te zoeken en we kunnen sneller. Dat moet nog bewezen worden in de komende jaren, maar dat zien we in het volgende onderzoek best vertaald, denk ik. In ieder geval aan Stadskanaal zal het niet liggen. Duidelijk punt. Ik ga even naar het tweede punt. Panden, hè? Onroerend goed. Ja. Hebben hier te maken met, en dat is in heel Noord-Nederland, hè, met een soort, ik wil niet zeggen een stilstand, maar demografisch is de groei eruit. Hè? En moeten we meer naar een soort stabilisatiefactor gaan werken. Hoe moet dat, Jan Nieboer? Ja, er zijn natuurlijk een aantal oplossingen voor. Waar we natuurlijk heel goed op moeten letten, is dat we dat demografische aspect proberen tegen te gaan door, wat vandaag ook gebeurt, Stadskanaal als een interessant gemeente op de kaart zetten. Hè, waar het bedrijfsleven actief is, waar mogelijkheden zijn te werken, maar hele goede mogelijkheden zijn om naar school te gaan. We krijgen een prachtig mooi nieuw poortcollege hier in Stadskanaal. En waar een aantal andere essentiële voorzieningen ook aanwezig zijn, met name ook de continuïteit van de zorg door de aanwezigheid van de REFAIA die gaat investeren in operatiekamers. Een aspect waar wij als ondernemers natuurlijk ook heel erg op hebben ingezet met steun van de gemeente Stadskanaal. Juist, dat betekent dus heel duidelijk wat jou betreft investeren in de kwaliteit van de omgeving. En dan heb je het over de infrastructuur, daar hebben we het alleen over gehad. Dan heb je het over scholing, hè, onderwijsvoorzieningen, maar ook cultuur en zorg. Dat klopt. En dat in een goede balans, zeg maar, voor elkaar. En jij noemt zo een aantal zaken die op dat vlak bij de gemeente Stadskanaal in goede handen zijn. Dat klopt precies. Maar Jan, die leegstand van winkels, dat is een onderwerp wat jou natuurlijk ook interesseert. Ja. Ik ben hier net naartoe gereden, ik heb er eigenlijk niet veel van gezien. Dus dat valt tot nu toe wel mee. Nou, als je door het centrum loopt, dan zie je inderdaad hier en daar winkels inderdaad leeg staan. Maar gelukkig staat er dan wel weer vaak op. Alweer verhuurd, dus dat is een heel positief punt. Alleen het blijft natuurlijk wel een punt van aandacht. Maar ik moet zeggen, doordat Stadskanaal het een redelijk goed sterk kerncentrum heeft gebracht met een winkel 8, zeg ik dan maar even, dat is erg sterk geweest. Een aantal jaren geleden heeft men ook een soort fonds in het leven geroepen om zeg maar mensen van buiten naar het centrum te verplaatsen. En dat zou een optie zijn om weer nieuw te bedenken, zeg maar, met elkaar. Zou dat een mogelijkheid zijn om daar nog wat ondersteuning te bieden? Om het toch erg geconcentreerd te houden. De burgers willen toch, en klanten ook willen graag contact, winkelcentrum, waarbij ze in feite in de middag het hele centrum kunnen zien. Just. Dus dat is erg belangrijk.
Ja, dat betekent dat dus ook op dat vlak er een goede samenwerking is tussen ondernemers en het gemeentebestuur. Ja. We hadden in het voorgesprek het ook even over zeg maar, de bestuurlijke puzzel voor Groningen. Er wordt druk gesproken over ja, zeg maar bestuurlijke herindeling. Nou hebben we hier te maken met een gemeente die het hartstikke goed doet. Staat dicht bij de ondernemers. Dreigt dat niet een beetje achter de horizon te verdwijnen als we straks naar grotere gemeenten toe gaan? Nee, ik ben ervan overtuigd dat het gaat om de manier waarop je werkt. Die is niet afhankelijk van schaal of volume of waar het gemeentehuis gevestigd is. Wij zijn in de praktijk al lang bezig, dat vragen de burgers en de ondernemers ook van ons, om naar hun toe te gaan. Naar de ondernemers toe, om in de centra te kijken van wat ze willen. We werken met wijkvisies, met dorpvisies, met centrumvisies, et cetera. Dus het is de manier van werken waarop je zeg maar, deze samenwerking in stand houdt. Dat heeft niks met schaal te maken. En ik ben ook graag bereid op een gegeven moment om op deze manier met andere gemeenten te werken. We hebben natuurlijk een voorkeur van hoe de nieuwe gemeente eruit zou moeten zien. En ik denk dat we dat in heel goed overleg ook juist met ondernemers moeten doen op een gegeven moment. Want het gaat wel om de continuïteit van dit gebied. En dat moeten we op een prachtige manier in stand houden. Dus duidelijk verhaal wat jou betreft. Die kwaliteit van de dienstverlening die staat niet of valt niet met de schaal van de gemeente. Maar met de schaal, manier waarop je het georganiseerd ja, hebt. Ja, de schaal moet ons een aantal voordelen brengen. Dus in een stukje continuïteit van werken. Die moet ons de kwaliteit gaan leveren, maar ook de deskundigheid die in onze huizen nodig is. Just. Om goed te kunnen klankborden met ondernemers van wat is er in deze tijd nodig. Die snelheid moeten we kunnen vervullen, dat is belangrijk. Dus eigenlijk zeg ik altijd, de back-office moet goed zijn en opgeschaald zijn. Maar de manier waarop we naar dorpen, naar wijken en naar centra gaan op een gegeven moment, dat is een manier van werken. Just. Dat heeft niks te maken met de schaal. Denken jullie er ook zo over? Dat moet ik absoluut onderschrijven. Ja. Ik wil daar nog een toevoeging op geven. De focus van de gemeente Stadskanaal op het motor van de lokale economie, het bedrijfsleven, is enorm. Een voorbeeld daarvan is dat wij samen met de gemeente Stadskanaal ingezet hebben vorig jaar op een startersprijs voor ondernemingen die dan met 3 jaar bestaan in deze gemeente. Ieder jaar zijn er toch weer een redelijk aantal genomineerden. Dat betekent dus dat er enorm veel initiatieven zijn en ook toegejuicht worden door de gemeente om hier een bedrijf te starten. Ja. En ondernemers uit deze gemeente doen ook bijna ieder jaar mee voor de prijs voor de beste onderneming van de provincie Groningen. Alleen nou nog de eerste prijs binnen. Ja. Er moet altijd iets te wensen overblijven. Klaas-Jan, welke boodschap wil jij nog aan de burgemeester meegeven? Nou, ik zou in ieder geval de gemeente wel feliciteren. We hebben nog niet eens gedaan. Voor de maar dat is wel heel erg. Nee, maar dat is wat ik natuurlijk als nog maar kort voorzitter zijn, hoor ik van ondernemers. Als je kijkt naar de openbare ruimte, het gastenschap waar ik het net al over had, dan is dat gewoon optimaal. Er is geen slecht onderhoud, het is schoon, het is altijd up-to-date. Als je kijkt naar de kanaalzone die nu net helemaal geactiveerd is, ook weer toekomstgericht op de vaart die dan zeg maar hier langs komt. Dus er wordt echt vooruitgedacht. Nou, dat is alleen maar positief. En dat kun je alleen maar zo houden. Of de gemeente dan groter wordt qua omvang, dat maakt niet uit. De Kernstadskanaal blijft de Kernstadskanaal. En dat is gewoon top. Goed zo. Gert, wat jou betreft. Ik denk dat de burgemeester het druk krijgt de komende tijd. Want ook een van de punten die naar voren kwam bij ondernemers, wat ze zeer waarderen, is 1 keer per maand lunch met ondernemers. Je ziet dat overal wel bij ons onderzoek terugkomen. Contact, het gaat eigenlijk om communicatie, contact met ondernemers. En dat wordt erg gewaardeerd. En je hoort en ziet en je luistert en je krijgt allerlei zaken mee. En dat vind ik zelf ook altijd wel een aardig element, die communicatie en hou die lijnen kort met ondernemers. Een ander laatste punt wat ook belangrijk is, de burgemeester gaf het ook aan, contact gebeurt ook via front office. Maar die back office moet daar heel goed op aansluiten. Dus als je je front office of je ondernemers loket, of dat nou digitaal is of fysiek, maakt allemaal niet uit als je dat goed hebt ingericht. En ik ken de accountmanagers hier ook bij de gemeente Stadskanaal. Kijk, dat zijn goede mensen die zowel in de front office, maar ook
de aansluiting binnen met de collega's, ja. De andere ambtenaren ook goed verzorgen. En dan ontstaat er een goed geheel. Goed zo. Ja, dankjewel voor deze toelichting. Nou, ik denk dat we meer dan voldoende duidelijk hebben gemaakt vanmorgen waarom Saskanaal de terechte winnaar is van in ieder geval Noord-Nederland. Of ze ook voor de hoofdprijs zullen gaan in Nederland op 28 november in Amsterdam, dat moeten we natuurlijk nog even afwachten. Maar volgens mij maken ze goede kansen. Bedankt voor jullie gesprek vanmorgen. Heel veel succes met Ondernemend Saskanaal. En voor jullie straks op 28 november. Bedankt. Dank je wel. Oké, dank je wel, Albert.